Na de Eerste Wereldoorlog wilde België Zeeuws-Vlaanderen inlijven als compensatie voor geleden schade. Nederland, dat neutraal was gebleven en daardoor volgens de Belgen min of meer ook partij had gekozen, wist dit te voorkomen. Met dank aan dominee Patist, de grondlegger van de anti-annexatiebeweging. We zijn hier in Aardenburg. Op de achtergrond zien we de Sint-Baafskerk. De kerk waar dominee Patist preekte, waar hij zijn boodschap van de anti-annexatiebeweging uitdroeg. Dominee Patist schreef ook een hele bekende brochure, Zeeuws-Vlaanderen Nederlands. Eigenlijk de Bijbel voor degenen die zich verzetten tegen de inlijving van Zeeuws-Vlaanderen door België. En dat terwijl Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog, die van 1914 tot 1918 in veel buurlanden was gevoerd. Toch had Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen wel te maken met de oorlog. Vooral door de toeloop van Belgische vluchtelingen. Ze werden overal in de provincie opgevangen, maar Zeeuws-Vlaanderen ontving de grootste groep. In Aardenburg alleen al werden 30.000 Belgen ondergebracht. In eerste instantie heeft dominee Patist hier eigenlijk de opvang georganiseerd van de Belgische vluchtelingen die begin oktober massaal naar Nederland zijn gevlucht en met name ook naar Aardenburg. Die zijn deels hier in de kerk opgevangen en dominee Patist heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk deze mensen toch allemaal een plaatsje, een dak boven hun hoofd hadden en voedsel hadden. En gedurende een aantal weken hebben die vluchtelingen hier in de kerk gebivakkeerd, vooral met name in deze voorkerk. België had als frontgebied erg te lijden van de oorlog. En aan het eind daarvan eiste de zuidenbuur twee Nederlandse gebieden op als schadevergoeding. Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee zouden de Belgen in de toekomst een betere verdedigingslinie en medezeggenschap over de Schelde krijgen. Kijk, en dan zien we hier de kansel waarvan dominee Patist elke zondag preekte. En ook later zijn anti-annexatiebeweging uitdroeg aan de gemeenteleden. Dominees, landbouwers en onderwijzers sloten zich aan bij de oproep van dominee Patist. Die vond dat de Zeeuws-Vlamingen zich Nederlanders moesten voelen. De anti-annexatiebeweging was geboren. Zij werd gesteund vanuit Den Haag, waar men ook niet zat te wachten op het inleveren van grondgebied aan de Belgen. En ook de Rotterdamse havenbaronnen roerden zich op de achtergrond. Zij hielden de Schelde en daarmee de toegang tot de concurrerende haven van Antwerpen liever in Nederlandse handen. Elk dorp had zijn eigen comité en die organiseerden allerlei activiteiten. Ook activiteiten op landelijk niveau, zoals het binnenhalen van handtekeningen om te laten zien dat de Zeeuws-Vlaming Nederlander wenst te blijven. Deze handtekeningen zijn aangeboden aan koningin Wilhelmina in februari 1919. En een andere actie was bijvoorbeeld de vlaggenactie. Op 1 januari 1919 gingen bijna in alle huizen in Zeeuws-Vlaanderen de Nederlandse vlag uit. Om te laten zien, de Zeeuws-Vlaming is Nederlander en wenst Nederlander te blijven. En op die dag droegen ook heel veel mensen een oranje strikje. Het hele anti-annexatiegevoel leidde tot een nieuw Zeeuws bewustzijn. Het Zeeuws-Vlaamse volkslied, dat net in 1917 was geschreven, werd nu het strijdlied tegen de annexatie. Met tekstbijdrage van, hoe kan het anders, dominee Patist. Van Dier tot Onternisse, van Nuls tot Ancazaan, dat is een deel van ons eigen landje, maar een deel van Nederland. Oftewel op zijn algemeen beschaafd Nederlands, van Ede tot Onternisse, van Huls tot Ancazaan, dat is ons eigen landje, maar een deel van Nederland. In 1919 werd ook het Zeeuws volkslied geschreven, waarin de eenheid van Zeeland nogmaals werd bekrachtigd. De beslissing over de Belgische eis om Zeeuws-Vlaanderen in te lijven viel in 1919 tijdens de vredesbesprekingen in Versailles. Zeeuws-Vlaanderen bleef Nederlands. De anti-annexatiebeweging in Zeeuws-Vlaanderen, hoe de mensen zich ook ingespannen hebben, is uiteindelijk toch beslist in de wandelgangen op de conferentie in Versailles. Het is een diplomatiek succes voor Nederland. De grens is gebleven waar die stond. En ook economisch, voor de havenbaronnen in Rotterdam, was het heel belangrijk. Alles bleef bij het oude en ze konden de controle blijven behouden over de Westerschelde en daarmee ook Antwerpen. Er volgden optochten en andere feestelijkheden in Zeeuws-Vlaamse dorpen. Zoals bijvoorbeeld in IJzendijken, waar het voormalige anti-annexatiecomité een feestmaaltijd organiseerde met op het menu onder meer anti-annexionistische patrijzen met patistsaus.
De eis van België om Zeeuws-Vlaanderen in te lijven na de Eerste Wereldoorlog werd in 1919 van tafel geveegd. Dit mede dankzij het verzet van de Zeeuws-Vlaamse bevolking, die zich verenigde in de anti-annexatiebeweging.